Ik heb het pak al opengemaakt. Tegen een reden dat lastiger te zien is, maar er was twee dozen met wijn hadden er gelekt op de pakjes. En het mijne was gelukkig nog het beste. Dus ze vroegen ervan of hem te controleren of alles heel was. Dus dat is eens wat ik naar heb gekeken. Maar ik zag dat het zo goed was ingepakt. Dat zelf het. Hier zie je ook niks aan. Je ruikt het wel. Dus het scheelt. En het is een large bestelling. En het is Buffy thema. Het scheelt ook dat. Ik ze toch niet in de doos bewaar. Als eerste hebben we Giles. Ik laat ze nog absoluut zien in een filmpje waar ik ze uit de doos heb gehaald. Het is Buffy the Vampire Slayer 20 Years of Slaying. En je hebt Buffy, Xander, Giles, Fate en Dark Willow. Dus alleen Fate moet ik nog hebben. En dan heb ik de hele collectie compleet. Want dit is Giles. Dan heb ik Buffy. Xander. Oh, ik heb de Jays. Oh, dat is gaaf. Want op de verpakking zie je zonder ooglapje. En ik heb de limited edition, de Jays, met ooglapje. Oh, dat is leuk. Dat had ik niet verwacht. En als laatste, Dark Willow. Oh, ik ben hier wel heel blij mee. Dus nou alleen Fate nog en dan heb ik alles compleet.